Mijn naam is Martijn Breukeman, wethouder sport. Ik ga op bezoek bij Sven Profijt, topsporter van de gemeente. Ik ben heel benieuwd hoe het hier binnen gaat. Ik ben Sven Profijt. Ik ben Europees kampioen kickboksen. Dag Sven. Van harte gefeliciteerd met de verkiezing tot topsporter in de gemeente Hardenberg. Maar kun je vertellen, welke prijs heb je gewonnen? Ik ben met kickboksen Europees kampioen geworden in Engeland. Wat vind je nou zo leuk aan deze sport, kickboksen? Je kan je energie erin kwijt. Vooral lekker pittig, ja. Stevig aan de slag. Hey, en hoe vaak train je om deze prijs te bereiken? 3 tot 4 keer in de week. 3 tot 4 keer in de week. En hoe vaak zijn er wedstrijden? Per week gewoon. Ja, iedere week ga je aan de slag? Ja. En je wint vrijwel alles? Ja. Nou, dat is in ieder geval voor ons de reden om dit beeld aan jou te overhandigen. Sven, hierbij de bokaal, topsporter in de gemeente Hardenberg. Ik geef hem aan jou. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, en hoe denk je nu verder te gaan? Je bent nu Europees kampioen. Heel veel prijzen al gewonnen. Ja. Hoe zie je de toekomst in de kickboksport? Ja, Olympische Spelen of Glory. Dat is een heel goed evenement. Ja. Je hebt wel echt de ambitie om ook nog echt verder te gaan, zeg maar. Ja. Ik vind het onwijs knap. 11 jaar. Heel gefocust. Ja. Veel bezig met de sport. Sven, kun je ook nog iets laten zien van de kickboksport? Ja, is goed. Mooi. Proberen. Kom maar op. Laat me zien wat jouw befaamde trappen zijn. Zo, wat een power. Kom op. Nog een keer. Nog een keertje. 11 jaar en zoveel kracht, dat is ongekend. Het maakt wel indruk, dat zeker. Nou, hou maar op, ik geloof het wel. Ik ga met blauwe plekken naar mijn werk morgen. Ik vind het goed. Zo, dat was een pittige ervaring. Een paar flinke trappen gekregen. Maar we zijn als gemeente Hardenberg wel heel trots op Sven Profijt en zijn prestaties. Het was ook leuk om te hebben gekeken in de kickboxwereld. En tot de volgende keer.